Hallo, fijn dat je kijkt en fijn dat je voor het project Een thuis voor vogels en vleermuizen in de B5 op pad wil gaan om gierzwaluw te inventariseren. In dit filmpje wil ik je graag een paar tips geven voor gierzwaluw inventarisatie, ook al zijn ze er op dit moment nog niet. Ten eerste de periode waarin je gaat monitoren. Gierzwaluwen zijn echte zomergasten. Ze zijn maar een klein deel van het jaar in Nederland. Ga daarom op zoek naar nesten tussen eind mei en half juli. Ten tweede is het belangrijk dat je de neststenen minstens 3 keer bezoekt. Probeer ze in de periode tussen eind mei en half juli 3 keer te bezoeken, met iedere keer een periode van 10 dagen tussen je bezoek. Het derde punt om rekening mee te houden is het tijdstip van je bezoek. Gierzwaluwen komen vaak op het einde van de dag terug naar hun nestplek. Ga dus tussen 2 uur voor zonsondergang en zonsondergang op pad. Ook de tijd dat je op locatie aanwezig bent is belangrijk. Probeer in ieder geval 30 minuten op 1 plek te blijven staan om een cluster inbouwstenen te bekijken. Dan heb je de beste kans dat je gierzwaluwen ook echt ziet aankomen vliegen als ze een neststeen in gebruik hebben genomen. Een vierde belangrijke punt zijn de weersomstandigheden. Gierzwaluwen houden erg van lekker weer. Als het slecht weer is, willen ze zomaar een paar dagen op pad gaan en dan zijn ze niet in Nederland. Probeer daarom een moment te kiezen dat het een aantal dagen, 2 of 3 dagen, zonnig en droog weer is en niet te hard waait. Dus liefst niet harder dan windkracht 4 of 5. En laatste belangrijke puntje. Gierzwaluw monitoren is natuurlijk hartstikke leuk. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar welke stenen allemaal bezet zijn. Vergeet dus niet om het registratieformulier in te vullen en naar ons op te sturen. Zoals ik net al zei, neem ik dit filmpje op begin april. Dus de gierzwaluwen zijn helaas nog niet terug in Nederland. Ik kan jullie dus geen echte gierzwaluw laten zien. Ik kan je wel laten zien wat voor stenen we hebben laten inbouwen in het project Een thuis voor vogels en vleermuizen in de B5. Die zie je bijvoorbeeld hierboven in de gevel. Naast dit soort stenen zijn er voor gierzwaluwen ook verborgen gierzwaluwstenen ingebouwd. Dit zijn hetzelfde soort stenen, maar dan zijn ze weggewerkt achter een laagje steenstrips. Deze kun je soms wat slechter zien, dus kijk goed op de bouwtekeningen waar we precies inbouwstenen voor gierzwaluwen hebben laten plaatsen. Als je hier vragen over hebt, kun je ons natuurlijk mailen op b5@zoogdiervereniging.nl. Een extra tip. Gierzwaluwen maken een erg typerend zomers gierzwaluwgeluid. Als je gierzwaluwen door de straat ziet vliegen en je hoort ze hard gieren, is er een goede kans dat ze in de buurt een nest of een neststeen bezet hebben. In het volgende filmpje hoor je hoe gierzwaluwen klinken en zie je hoe ze een verborgen gierzwaluwsteen vinden. Dit waren mijn tips voor gierzwaluwmonitoring. Ik hoop dat jullie heel erg veel plezier hebben, straks gierzwaluwen gaan zien als ze terug in Nederland zijn. En dat jullie op het formulier, wat ik net ook al heb laten zien, goed invullen zodat we een mooi beeld krijgen van welke gierzwaluwstenen bezet zijn. Lees verder voor informatie de handleiding. En zoals net al gezegd, je kunt ons altijd mailen op b5@zoogdiervereniging.nl als je meer vragen hebt.